Na 30 jaar geen Grand Prix moet de Formule 1 weer terugkeren naar Zandvoort. Een motie van de VVD daarvoor werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Dit op blijdschap van circuit Zandvoort en van de coureurs. Ja, mega goed idee. Dit is natuurlijk waar we nou hoe lang al op zitten te wachten, 20 jaar. Dit soort dingen beginnen natuurlijk met visie en ambitie. En het toont in ieder geval lef. En ik denk dat daar ben ik eigenlijk dan als Zandvoorter toch wel erg trots op dat ze dat zo insteken. Het klinkt prachtig, maar het organiseren van een race kost tientallen miljoenen. Betere wegen en faciliteiten, maar ook organisator Formula One Management moet betaald worden. Een helse, maar ook realistische klus, zo denkt de circuitdirecteur. Afgelopen weekend is er in Mexico een Formule 1-wedstrijd verreden voor het eerst in ruim 20 jaar. Op een circuit wat eigenlijk vergelijkbaar met Zandvoort op een gegeven moment ook van de kalender is verdwenen. Dus waarom zou dat niet in Nederland en niet in Zandvoort kunnen? Wat heb je nodig? Commercie dus? Ja, we gaan een beetje samen. En je hebt asfalt nodig. Nou, asfalt hebben we. Ja. Ja, dat heeft een naam. En er zijn internationale races. Even zorgen dat we alles netjes voor elkaar hebben. Maar met geld kan je alles regelen. Ja, als je in Monaco kan racen, kan dat toch ook op Zandvoort? Je zal dan plannen moeten gaan maken en dan zul je vervolgens moeten gaan uitwerken, een planning maken. Ja, zullen we zeggen 2018? Ik weet dat er een hoop voor moet gebeuren, maar als ze me nodig hebben, zeg maar hoe laat waren, ik ben erbij. Ja.